Taco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect hier op Vaku Games. En jongens, vandaag is het een hele belangrijke dag in mijn gevangenis. Want ik wil namelijk met jullie gaan proberen om eindelijk eens een keertje in het groen te komen staan. Het maakt me niet uit hoeveel ik in het groen kom te staan, al is het 1 euro. Maar ik vind op dit moment min $3.265 vind ik eigenlijk gewoon super slecht. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar gekregen heb, maar ik wil het vandaag met jullie gaan verbeteren. Want ik kan dit gewoon niet vol blijven houden. Ik kan niet een gevangenis runnen waarbij elke dag me meer dan $3.000 kost. Dat kan natuurlijk niet. We gaan eens eventjes kijken waar de kosten precies vandaan komen. We gaan kijken waar we eventueel geld kunnen besparen. En ik denk dat dat voornamelijk op de salarissen van de bewakers gaat zijn. Want ik heb op dit moment bijna meer bewakers. Sterker nog, ik heb meer bewakers dan dat de gevangenen zijn in deze gevangenis. Dus eigenlijk zouden de gevangenen de bewakers moeten zijn en de bewakers de gevangenen. Gaat heel raar situatie opleveren waarschijnlijk. We gaan eens eventjes kijken, want kijk, al deze gasten. Ik heb natuurlijk geen... Waarom staat hier brand? Waarom staat er brand als ik mijn hand erop hou? Staan er bewakers in de brand? Ik mag toch hopen of niet? Heksenverbrandingen deden ze al een paar honderd jaar niet meer. We gaan eens even kijken, jongens. Laten we even de salarissen erbij pakken. Programma's, financiën. Kijk eens eventjes. Lonen van bewakers. Ik zal hem even zien inzetten. Ik kan iedereen het goed lezen. Lonen van bewakers. $2.850 per dag. Wauw. Dat is veel te veel. $144 per dag aan eten. Dus dat kan het niet zijn. Ik moet gewoon bewakers ontslaan. Het spijt me zeer. En op zich vind ik het eigenlijk best wel logisch dat ik bewakers ga ontslaan. Want kijk eens eventjes. Hier lopen nu in deze patrouilleronde 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 bewakers. Dat is natuurlijk veel te veel. Zeker nog omdat de gevangenen aan de andere kant van de gevangenis zitten. Dus als de gevangenen hier helemaal naartoe zouden lopen en vervolgens onder de luchtplaats door zouden gaan graven, dan zou het fout gaan. Maar dat gaan ze niet doen. Maar dat is veel te ver. Dus wat gaan we doen? We gaan eens even wat mensen ontslaan. Want dit is echt niet goed. Jongens, tof dat jullie er waren. Waar zijn jullie? Bewakers, personeel, daar. Jongens, het was tof dat jullie er waren. Maar we hebben jullie allemaal niet meer nodig. Jullie worden allemaal bedankt. Je kerstpakket krijg je niet meer. Appsakee, weg ermee. Zap. Kijk, dat scheelt toch al. Hoeveel geld scheelt dat? Bijna €1000. Oké, got it. 6 schoonmakers. Dat is ook veel te veel. 4 tuinmannen, niet nodig. Werkmannetjes. Een paar. Nou, dat scheelt al de helft. Hier, we zijn hartstikke goed bezig. Honden. Hebben we ook niet nodig. Tenminste, niet zoveel. Kijk, dan hebben we 5 bewakers. Misschien is dat dan net weer een tikje te weinig. 5 bewakers in de gevangenis. Is dat dan weer voldoende? Of niet? Want ik heb namelijk het idee dat ze alleen maar in de kantine aan het patrouilleren zijn of zo. Dat is natuurlijk wel de fijnste plek om te patrouilleren. Want dan kan je lekker eventjes met een euro een mars halen of een snicker. Of even lekker een glaasje cola. Maar dat is niet wat we willen. Hoe gaat het eigenlijk met de patrouilles dan? Jij bent vrij. In de groepsruimte wil ik er standaard eentje hebben. En ik wil ook standaard hier... Wacht eens eventjes. We konden namelijk ook ervoor kiezen... om bepaalde gebieden van de gevangenis alleen maar voor minimale bewaking... en ook eentje voor maximale bewaking of voor gemiddelde bewaking te maken. Dan hoeven we natuurlijk de minimale bewaking veel minder te bewaken... dan de gemiddelde bewaking. Nu zit alles door elkaar heen. En moet ik alles eigenlijk bewaken? Waarom staat die hond hier voor die deur? Ach, een hondje. Die honden zijn sowieso retarded in deze gevangenis. Dus die honden die sporen echt van geen ene kant. Laten wij dat dan doen. Laten wij hier dan een tweede gang bouwen. Dan maken we deze voor de simpele gevangenen. En deze voor de iets minder simpele gevangenen. Dan hoeven we hier deze bewaker niet meer te laten patrouilleren. Kunnen we die daar neerzetten. Want voor mij loopt er nu hier en een hondenbrigade. En een gewapende bewaker. Dat is natuurlijk gewoon veel te veel. Laten we eens eventjes gaan kijken met de blauw drukken. Hoe dat er dan uit moet komen te zien. Zo, volgens mij... En dan, oh wacht, moeten er natuurlijk wel muren zijn. Zo, zo. Dit wordt dan een gang van 3 breed hadden we bedacht. En dan komt hier weer een muur. Hier dan 3 zo. Hoppakee. Dit zou hem dan moeten worden en dan helemaal tot hier. Komt er maar zo. Hoppakee. Nou jongens. Werkmannetjes, jullie zijn met een heel stuk minder op dit moment. Dus jullie moeten even flink in de bakkes. Aan de slag jongens. Bouwen die shit. Meer gevangenen, meer geld. Want we zitten nou nog maar op min $965 per dag. We gaan de goede kant op. Het gaat helemaal goed komen. Het gaat helemaal fijn. Als we in het groen eindigen vandaag, jongens. Dan knallen jullie even like op deze video. Laten we het afspreken met elkaar. Jullie gaan een like achterlaten als ik het voor elkaar krijg om in het groen te komen. Dat moet toch wel lukken, zou je zeggen.
Want we hebben nou... Oh, wacht, kijk hier. We hebben nog maar 2 van die laagjes. Waar zijn al die andere gasten dan? Ik had er sowieso veel meer. Heb ik in één keer allemaal medium retards in mijn gevangenis zitten. Oké, sure, whatever. Gaan we niet moeilijk over doen. 2e rij gevangenen. Alleen maar voor de simpele gevangenen. En eentje voor de minder simpele gevangenen. Dat is het idee. En dat we dan ondertussen nog ergens anders wat extra op kunnen besparen. Dan gaan we dat natuurlijk zeker niet doen. Zeker niet doen, zeker wel doen. Whatever, veel te ingewikkeld. Geld is ingewikkeld om over na te denken, jongens. Zeker een prison architect. En zeker als ik het voor mijn kamer zou moeten krijgen. Hebben we dit ondertussen al. Aanpassing. Hoppakee. Wij zijn 3 gevangenen toe aan de wasseretten. 3 aan de keuken. En 3 aan de schoonmaakdienst. Want door de gevangenen aan het werk te zetten in je gevangenis, kunnen ze beter integreren op de arbeidsmarkt. En het scheelt je ook nog een heleboel geld. Dat is positief voor ons. Voltooi de benodigde trainingen en bouw de nodige voorzieningen om je gevangenen aan het werk te zetten. Dus 3 in de wasseretten, 3 in de keuken, 3 in de schoonmaakkast. Komt u maar hier. De keuken. Werk. Logistiek moeten we natuurlijk 1, 2, 3 doen. Schoonmaakkast 1, 2, 3. En dan 3 aan de was. 1, 2, 3. Hops en vlots. Maximale banen 9. 9. Hoppa. Maar dan moeten ze natuurlijk wel eerst veiligheidsinstructie in de werkplaats gehad hebben. Dat moet door de voorman gegeven worden. De voorman is de leraar in dit geval. Dus dude, het zou zeer fijn zijn als jij morgen... Even kijken bij de programma's. Is er überhaupt... Er is er eentje in geïnteresseerd. Nou, joepie. Maar dat komt natuurlijk omdat we niet heel veel gevangenen hebben. Dus we moeten wel eventjes onze gevangenenaantallen omhoog zien te krijgen. Oh, ons materiaal is nu alweer op. Great. Ja, de levering is een dood. Oh, ze kunnen er niet door. Oh, ja, nee, dat is niet handig, nee. De werkbarretjes kunnen er niet meer door. Handig. Ja. Hoe gaan we dat dan doen? Want we hebben natuurlijk geen bewaker meer om de deur open te doen. Oké, dan moeten we eerst een extra bewaker regelen. Hoppakee. Bewaker, patrouille. Spijt me zeer, maar deze bewaker moet hier gewoon echt zijn. Hoppakee. Deze moeten we echt hier hebben. Iemand moet die deur open doen. Zo. Anders kunnen de werkmannetjes niks doen. Dat is namelijk de enige uitgang. Ze kunnen ook wel kiezen voor om via beneden te rijden. Maar dan moeten ze helemaal deze kant op. En dat is natuurlijk veel te lang. Ze kiezen uiteraard de kortste route. Niet dat die werkmannetjes ooit logisch bezig zijn verder, maar... Kijk, dit is natuurlijk geldverspilling, hè. Een gewapende bewaker en een hondenpatrouille. Dat slaat helemaal nergens op. Hondenpatrouille. Jij bent vrij bij deze officieel. Jij gaat maar hier even patrouilleren. Heeft een ingang nodig. Oh. Als we nou eerst eventjes die shit fixen, dat zou zeer gewaardeerd worden. Maar dan staan ze weer voor de deur. Wie is dit? De leraar. Zelfs de leraar kan er niet in. Laten wij een personeelsdeur doen. Even kijken. Misschien dat die, als ik deze hier neerzet... Oh, nee, dan is de deur weg. Want dit scheelt echt dagen. Dit is dus een groot probleem. Dan staat de leraar voor de deur en de deur kan niet open. Dat is super dom. Want nou is zometeen de les alweer voorbij en dan heeft de leraar de klas, het klaslokaal nog niet eens gehaald. Kan een leraar door een personeelsdeur? Laten we dat eens eventjes gaan checken. Nee, dat kan niet. Een leraar kan niet door een personeelsdeur. Dat kan alleen als het personeel hem binnen laat, zo te zien. Ja, nou ben je dus al te laat voor je les, vriend. Oh, dit is niet heel handig. Dus we moeten een manier zien te vinden waarop het personeel wel naar binnen kan zonder dat ik ze binnen hoef te laten. Want dit is gewoon zonde van de tijd. Nou snap ik waarom die gevangenen nooit wat leren. Want ze uiteraard helemaal geen tijd hebben om naar de les te gaan, aangezien de leraar voor een dichte deur staat. Super dom. Nou, het is nou helemaal niet anders, dus we moeten er eventjes wat op gaan verzinnen. Misschien hebben we een soort sluis kunnen maken. Met 2 gewone deuren en dan 1 bewaker ertussen. Maar dat kost dan weer een bewaker. Dat is super onhandig. Maar ja, whatever. Misschien, we hebben natuurlijk wel wat bewakers nodig. Hè? We kunnen niet zomaar een hele gevangenis zonder bewakers runnen. Dan gaat hem ook niet worden. Komt-ie maar. Hoppakee. Dat is rij nummer 2. Dan gaan we dit eens even uitgeven hier aan muren. Zo. Dit worden allemaal kleine celletjes. En ik ga niet met automatische gebouwen dingen bouwen. Want dan gooit hij natuurlijk weer de verkeerde muren erin. En dan kan ik dat weer overnieuw gaan lopen doen. En ik ben al zo ontzettend lui. Is dit goed nog steeds? Volgens mij wel, hè? Of nee, zo moet hij. En dan is de onderkant de deur. Ja, in dit geval is het precies andersom. Maar goed, dan draaien we er maar aan de ene kant eentje om. Maakt ook niet zoveel uit, hoor. Zo, en dan deze. Dan doen we dat met jullie hier ook. In spiegelbeeld. Zo, OCD heb ik nou geen. Hoppakee. Deze gaat hier, die gaat daar.
Wel even flink aanpoten voor die gasten natuurlijk, voor de helft van de collega's is net ontslagen. Balen, jullie moeten nu 3 keer zo hard werken, jongens. Of jullie dat nou leuk vinden of niet. Verder, uiteraard, celdeuren. Gevangenisdeuren. Deur. En daar. Deur, 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 deur. Deur, 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 deur. Hopse, flots. Hoe ver zitten we nog? -1000 zitten we nog. We moeten echt meer geld gaan verdienen, jongens. Meer geld in deze prison. Nieuwe bedden. Lekker fris en schoon opgemaakt. Met linnen. Echt linnen. Hoppa, deze gaat dan... Hier, 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 hier. Nee, deze niet. Maar dit moet uiteraard geen cel worden. Want we moeten hier natuurlijk ook een warm waterbron hebben. We moeten een boiler neerzetten. Dus één van die cellen wordt geen cel, maar een boilerruimte. Dus deze deur die jullie net gemaakt hebben, kunnen jullie nu alweer weghalen. Dan moet namelijk gewoon een personeelsdeur in. Standaard deurtje erin, dat kan de gevangenen kunnen er niet in. Want hij kan nou niet schoonmaken, omdat hij hier niet in kan. Maar ik wil hem ook niet zomaar in de boilerruimte laten. Want nu staat er hier een gevangene die wil schoonmaken. Maar wat gebeurt er als hij hier in deze ruimte komt? Kan hij dan de boel opengooien? Want dan moet hij wachten op een bewaker. Ja, die zijn er natuurlijk helemaal niet. Tenminste, voorlopig niet. Het is in ieder geval schoon, dat scheelt. Oh nee, jongens, ga me niet vertellen dat je eerst de celdeuren erin gezet hebt en dat daarna pas... Oh, man. Nou hebben ze de celdeuren dicht gegaan. Dan kunnen ze de cel niet meer in om de bedden neer te zetten. Maar ze hebben de celdeur achter zich dichtgegooid. Die moet open gedaan worden door een bewaker. Hoppakee. Nou, dan met 3 bewakers erbij. Dan zitten we op -1300. Geweldig dit, jongens. Echt helemaal goed. Dan komen de bedden aan. Alle deurtjes open. Bedje erin. Hoppakee. Deur weg. Hier moesten we dan de boiler neerzetten. Hadden we bedacht. Hopse flots. Uiteraard aangesloten op het water. Niet helemaal tot boven die grote pijpleiding. Want dat gaat natuurlijk problemen opleveren. Verder. Afvoerputjes voor de douche. Dat is een sprinkler. Zou dat op zich ook wel kunnen gebruiken. Als afvoerputje. Hm? Oh, daar zit dit. Nou, zit verkeerd. Nou, fixen we later nog wel een keertje hoor. Als ik er echt eens een keertje heel veel behoefte aan heb. Nee, geen doucheputje onder een bed. Kom op, zeg, ze pissen toch niet in hun bed of zo? Oh, dat zou wel kunnen. Laten we dat maar gewoon zo doen. Hoppakee, zo. Mochten de gevangenen dan in hun broek pissen omdat ze s'avonds een hele enge film gezien hebben, dan hebben ze een afvoerputje achter hun bed. Lekker handig. Hoeven ze ook niet helemaal naar de wc. Dat scheelt weer. Komt u maar. Ze kunnen trouwens s'nachts helemaal niet naar de wc bedenken. Oh ja, dat kunnen ze wel. Maar dat zeggen, ze hebben hier geen wc. Die heb ik natuurlijk nog niet neergezet. Stomme ik. Deze gaat hier. Daar, daar, daar. Hier hoeft geen douche. Daar, daar, daar en daar. Hoppa, dit gaat toch geld opleveren, jongens. Zou je toch zeggen? Nieuwe gevangenen, nieuwe ronde, nieuwe kansen, meer monies. Wc. Lekker naast hun bedje. Heerlijk. Dan kan je s'nachts jezelf lekker in slaap ruiken door te ruiken aan je eigen drol. Heerlijk. Dan word je gewoon bedwelmd door je eigen ammoniakgas. Zo, dan waterleiding. Helemaal naar boven. Tot hier natuurlijk. Zo, heen en weer. Daarop aangesloten. Die wordt daar natuurlijk ook. Anders hebben we geen water in de boiler. Dat zou natuurlijk ook heel vervelend zijn. Als daar maar over lopen liepen. Ik heb wel warm water, maar de warm waterkraan doet dit niet. Ik hoor ze gewoon klagen. Ik weet dat het gaat gebeuren. Hier natuurlijk ook. Warm water in de boiler. Voor de douche. Lekkere warme douche, jongens. Heerlijk. Er liggen hier echt meer waterleidingen dan bij mij in de straat. Zo, deze gaat hier natuurlijk heen. Behalve van die kant, er hoeft geen warm waterkraan te komen. Dit is een cel, dus daar moet wel warm water. Eigenlijk wel lullig om er 1 cel geen warm water te geven. Nou, zo lullig zijn we niet. Hoppa. Got it. Oh. Hier is die scheef. Oh ja, deze had ik natuurlijk anders gedaan. Stop, stop. Zo. Got it. Nou, sluiten we dan ook nog maar daarop aan. Dan hebben we zeker dat het goed gegaan is. Deze gaat hier met de stroomvoorziening. Roep. Jongens, we hebben echt een tekort aan bewakers. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar ik ga iedereen van zijn post halen. Iedereen moet en zal gewoon eventjes wat doen. Want die deuren die moeten open, jongens. De gevangenen kunnen niet eens naar hun cel omdat er geen bewakers zijn. Kijk, je hebt zoiets als een tekort aan bewakers. Maar je hebt ook zoiets als een overschot.
En ik had een overschot, en nu heb ik weer een tekort. Oh, oh. Ik maak het mezelf ook niet echt al te makkelijk natuurlijk, hè. Waarom ligt hier nog geen elektriciteitskabel? Fix die shit nou gewoon eens een keertje. Dankjewel. Hoeveel werkmannetjes heb ik überhaupt? 10. Waar zijn die gasten? Waar zijn de werkmannetjes? Werkmannetjes! Kijk hier, er is zelfs iemand om de deur naar de buitenruimte open te doen. Oh my god. Nou, kunnen we dan een bewaker hier buiten aanzetten of zo? Want dan kan die deur niet open. Dit is echt super leem. Er moet wel een deur naar binnen zijn natuurlijk. Wie zijn het allemaal? Neem buitenruimte in. Waarom gaat niemand die gasten de deur... Meer bewakers. Oké. Hoppakee. Nou, dan zitten we dus weer op 1800 in de min. Dan zijn we uiteindelijk... Zijn we 1000 euro vooruit gegaan. Maar ik moet wel bewakers hebben, jongens. Want er zijn zoveel deuren die open moeten. Tenzij we natuurlijk... Wacht eens eventjes. Dit soort deuren weghalen. Want hier... Deze deur die kan op zich best wel weg. Je hebt er helemaal niks te zoeken, die deur. Dat is alleen maar extra beveiliging. En ze gaat toch niet ontsnappen uit die hoek. Dus dan kunnen we eventueel een gewone deur neerzetten. Dan kunnen ze er al een heel stuk minder makkelijk uit. Dat is eigenlijk wel slim. Want nu moet die deur elke keer open en dicht gedaan worden. Als we er een gewone deur in doen, dan is het nog steeds een afgesloten ruimte. Die we bijvoorbeeld toegankelijk kunnen maken voor medium of zwaar bewaakte gevangenen. Maar nu staat die deur er gewoon een beetje irritant te doen. Wie gaat die deur open doen? De bewakers? Die heb ik niet. Hoe is het bijna niet? Dat is helemaal nergens nodig. Er komt zo meteen één normale bewaking aan. Helemaal goed. Waar is trouwens de rest van al mijn materiaal, jongens? De leveringen zijn er wel, maar dit... Is niemand om die fucking deur open te doen? Ik ga zo meteen echt die poort weghalen, hoor. Word hier helemaal gek van. Is er een manier om die poort makkelijker open en dicht te laten gaan, jongens? Want nu moeten de bewakers elke keer helemaal vanaf de andere kant van de gevangenis... helemaal hier naartoe lopen... om die deur open te doen. En tegen de tijd dat ze er zijn, is het al veel te laat. Zijn alle mensen al lang en breed binnen. En is bijvoorbeeld de les afgelopen. En dan is het zonde van mijn tijd. Verslagen. Hoe gaat het met de tijd? Er is er slechts één geïnteresseerd in de veiligheidsinstructie. Nou, gelukkig hoeft die dan les te krijgen van de voorman. De voorman is al binnen. Maar de gewone andere leraar, die moet van buiten komen. En als er iemand de deur open doet, dan gaat de school niet door. Zouden sommigen van jullie waarschijnlijk heel erg fijn vinden, maar... In mijn gevangenis word ik er toch best wel chagrijnig van. Ik wil gewoon dat al die shit gewoon netjes werkt. Ja, dat heb ik dan natuurlijk weer net. Nou, dan gaan we dus eventjes deze muur van beton maken. En deze muur ook van beton. Komt hier een gewone deur in. Dat hadden we bedacht. Dan is het wel netjes afgesloten, maar kan ik er wel aparte zones van maken. Positief. En we zijn toch nog, laten we dan een klein beetje positief eindigen... We zijn wel 1000 euro minder in de win komen te staan. It's something. Het is niet in het groen. We zullen hoeven geen like achter te laten vandaag. Snik. Nou ja, whatever. So be it. Dan maar een dagje geen likes op een video. Dat kan ook natuurlijk. Had ik maar beter mijn best moeten doen. Ik heb het zelf gedaan. Sorry. Nou, laatste dingetjes nog eventjes. Hey, deze liggen verkeerd. Deze moet daar en deze moet daar. Deze douches zijn ook niet aangesloten. Heb ik echt serieus de kabels van de douches verkeerd aangesloten? Oké, dan weet je wat we doen. Ik heb geen zin om het allemaal te lopen fixen. Doe het maar even zo dan. Kost maar eventjes extra tijd. Zo be het hoor. Ik heb het gewoon weer eens een keertje verkeerd gedaan. Ik heb er niet op zitten letten. Silly me. Wat kunnen we dan de volgende keer flikken? Laten we proberen om dan de volgende keer extra gevangenen te krijgen. Want dat is sowieso extra geld. En misschien dat we daar dan meer van krijgen. Even kijken. Produceer 30 nummerborden. Die zouden we op zich kunnen pakken. Dan kunnen we de gevangenen ook daadwerkelijk wat nuttigs laten doen. Want nu vreten ze alleen maar de hele dag uit hun neus. Dat is ook een beetje zonde van de tijd. Vacuumbermers. Ik ga de werkmannetjes deze ruimte af laten maken. Morgen zijn we natuurlijk gewoon weer terug met een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. En als we die Prison Architect uploaden, dan zal je zien dat we meer gevangenen krijgen. Dat we meer geld gaan krijgen. En dat we uiteindelijk toch nog uit de problemen gaan komen. Vacuumbermers. Mocht je toch vinden dat ik nog even een like verdiend heb, knal hem er dan zeker eventjes op. En hopelijk zie ik jullie terug, jongens. Morgen bij de volgende aflevering van Prison Architect hier op Vacuum Games. Mazzel!